I go shoot. Shalom to the brothers and the double honors to the elders. First of all, I would like to say, Yahweh Bashim, Yahweh Shai. In this name, we come in his son's name. And we the Hebrew Israelites, right? Right here in so-called Holland, so-called Netherlands, I mean, which is Holland, Holy Land, according to the, yeah, you know, the real name. But anyway, we've been a beach again on the streets. So, yeah, right, saying the echte Hebrew Israelita, under the Nazi or under the Ras is an Hebrew, Baal for the Indianos, Mexicanos, Latinos, and the so-called Negros. The rest are all heathens. Heathens saying country dwellers. That's what they can heathen. The heathens saying but they can country dwellers. And so, yeah, you know. That comes with this message I'd let her. You know what I'm saying? We trying to actually teach our people who they are. You know what I'm saying? Stop believing you're an African, you're a Negro. You ain't all that. Bullshit. There's something else. Yeah. Right, there's that's something right. else. There's something better than that. You a Hebrew Israelite. Yeah. Anyway, I just read in the news a couple of days before, yesterday, that oil is gonna be €4, €5 to €6, €7 soon. Everybody that got a car, they gonna be shit. Yeah. First of all, that is the train and the tram and the metro, even the box. Look, they put a new system. Back in the day, it was the paper. It was cheaper. You could use it, and then you could continue to use it again, but it's cheaper at the same price. But you have the 15 tripping. So they change it. When they change it, they put an OV ship. They charge it more. That costs more than the whole one. So Esau tried to fuck it up. He put a higher price. So the money could finish fast from an OV. That's the same reason for a car too. But people, a lot of people want to have a car now because they don't want to use the train ticket and tram, bus, metro. They don't want to use it because it costs a lot of money. No, he's just trying to fuck it up on the car too. You are cost too much gas, right? This is fuck up. They're making it expensive now. Yeah. Know what I'm saying? Gas used to be under €4, right? But now the news, they say it's gonna be like €4, €5, €6, or €7 for gas. They hit the peak oil, and the peak oil is almost done. And now they're just working with raw oil, right? But the raw oil, it got sand in it, so it's it costs more to clean up the raw oil than just to get peak oil. So then they have to do a couple of things and stuff like that. That's bullshit. People are broke for oil on the sea. They don't have no oil there in the area. We don't have They don't have no oil in Palestinian where they are now. Yeah. So what happened? The people of Egypt, they need to bring the gas all the way to Palestine. Yeah. You have people waiting for 3 or 4 hours only to get the gas in the car to run. Yeah. So that already showed you, you know that that's the thing with Iran. You know, the sanctions and the Strait of Hormuz. China is having problems with America because of the sanctions. Because why? Because now China is a so-called growing economy, right? So America is actually putting a halt to that. So China ain't growing as much as they wanna because of the sanction on Iran. So that means friction is gonna be starting up. Now I'm saying it's startling up. Yeah. So, it's Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Remember now thy creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, but thou shalt say, I have no pleasure in them. Yeah. Well, see, sorry. In the evil days, because now it's so-called sunny day and all that, right? Everybody's outside and stuff like that. You got three kids running around playing and shit. Yeah. So everybody's happy right now. Read it again for me.
Remember now the, thy creator in the days of thy youth. In your youth. So when you're young, you're supposed to be remembering the Most High. Not when you're old and all fucked up, especially for women. They got fucked by so many dudes. So many different nuts dump busted up in them, you know what I'm saying? And then when they get old, they start going to church. But the Most High doesn't dwell in the man-made construction. Yeah. So, well, the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. So the evil days are not here yet, right? So I should see it ain't low poor and this stuff. Face that the son of bad, that the evil days ain't only a coma. But when the evil days coma, being a court, dan ga je iedereen zien rennen en shit, de chopper, de fuckers, de fucking hoofd gaan eraf kap worden. Mensen gaan ons zoeken, want waar waren die gasten die altijd op de straat waren? Dan zullen ze erachter komen dat wij de profeten waren. Echt hoor. Oké, dat is wat het zegt. Dan gesmoked worden en shit. Ja. Well, the sun or the light or the moon or the stars be not darkened, nor the clouds return after the rain. The darken means, it could mean two things. It could mean the nuclear winter also is going to cover the sky, the skies. And it could also mean you ain't going to see nothing more in the future. Like, you know what I'm saying? You ain't going to see nothing more. The future is, you could say, dark and blurry. Just like when the scripture says, their eyes shall melt away in their sockets while they stand upon their feet, and their tongues shall melt away. That's twofold. That's literally and spiritually, because they ain't gonna be having no more futures. They ain't gonna be seeing nothing. The scripture also talk about the day of darkness, you know? Yeah. And talk about the day of clouds. That's the day of the Lord. Because that's the day when the Lord Yahweh Shai come back in the chariot. People, they gonna be in astonishment. And not only that, before the elect, after the elect is gathered up in the chariots, then is when the destruction is going to come. Yeah. You know? And that's, so yeah. So yeah, if you're in this troop, you better get down with the program, because the time is short. The program of the Most High. Right. Where you get left out. Like that dude that got, he kicked himself out the camp, right? Funny motherfucker. We're going to do a show about him just in a couple of hours. Doing it. Just in a couple of hours, we finna do a show on him just to show you and edify your brothers over there. Yeah. So these are the three musketeers, man. The fourth one, he just kicked himself out of the camp. In the day when the keepers of the house shall tremble, and the strong men shall bow themselves. Yeah. And the grinders cease. And the grinders cease. That binnenkort gaat de werk stoppen en zo. It's in the future prophecies. Werk gaat stoppen. Voedsel, armoede. Al dat soort dingen gaan komen. Hey, jullie zijn Israelites, hè? Weet je dat? Israelites. Dominicaan. Dominicano? Oké, okay, I know. Israelite. You understand English? Of Dutch? Nederlands ook. Oh, Nederlands ook. Je weet toch die mensen die uit Engels, Egypte gebracht werden door Mozes en zo? Ja. Dat waren wij. Ja, wij zijn de Israëlieten. Wij zijn de echte mensen van Jacob. Wat is dat? Okay. Je weet toch Jacob en Esau? Ja. Oké, je weet toch Esau was rood? Ja. Wie op de aarde zijn rood? Ze zeggen de Indianen toch? Ja. Nee. De Indianen zijn een andere vorm van bruin. Lichtbruin. Ja, dus eigenlijk waren de Indianen donkerbruin. Als je die witte foto's ziet, na de tijd van de zwart-witte foto's. Je kan het op Google vinden, je gaat zien. Die zwarte. Nee, ze zijn heel donker. De Indianen zijn heel donkere mensen. Weet het ook alweer, maar wie is de rode persoon op de aarde? De enige ras die rood is. Wie noemen ze redneck? Blank. Ze zijn eigenlijk niet blank, want je ziet hun bloed dwars door de heen. Dus ze zijn eigenlijk rood. Ja. Hun zijn dan Esau. Maar kijk, die mensen hebben toch ons geleerd, wij zijn Dominicanen, Antillianen, negers en zo. Maar neger, dat betekent nigger. En het betekent negeren, negeren. Dus je bent dat niet. Je bent de Israëlite, je bent Judah, Benjamin of Levi. Simeon. Je hebt Dominicaanse. Ja. Check, daar ben je van Simeon. Toch? Dominicaans. Ja. Wie is Simeon dan? Simeon is een van de kinderen van Jacob. Dit is wat met ons gebeurd is.
dit is wat met ons alleen is gebeurd. Jullie toch op school? Maar, dat is geen Jezus. Dat is gewoon een witte man die ons. Dat zijn de conquistadors. Je weet toch niet. Je weet toch wie de conquistadors zijn? Conquistadors zijn die mensen die Indianen in slavernij hebben gezet. Oké, dat is. Maar dit is Jezus dus? Nee. Want het staat in de Bijbel hoe hij eruit ziet. Hoe Jezus? Ja. Geef me die Bijbel. Tot hoe laat zijn jullie? Want het interesseert me wel, maar je een beetje voor oude kinderen? Ja. Ja, sorry. Maar ik schrok omdat ik denk, hè? Wacht, laat me die schimpje van die zogenoemde Jezus Felix laten horen. Ja, dan ga je zien, kijk, ze zeggen toch, het maakt niet uit hoe hij eruit ziet. Dan waarom hebben ze een witte man gezet? Waarom hebben ze niet gezet een blauwe of een paarse? Kijk, ze brainwashen, weet je hoe? The word of mouth. Als ik jou nu nooit dit had laten zien, ik zeg het woord Jezus, wat komt in je hoofd? Jij ziet dat in je hoofd. Waarom? Vanaf klein ben je geprogrammeerd. Ja. Wij ook. Maar, laat eens een stukje praten. Je moet maar dat is van de Bijbel, toch? Ja. Het wordt een normale Bijbel. Ja, maar kijk, deze is de grap. 1619 werden we slaven, toch? Ja. Deze is in 1611 geschreven. Oké, dit is de truth. Dit is van de Hebreeuws en de Grieks vertaald in dit. En die andere is? Die andere zijn de New Edition, die zwart. Ja, want kijk, daar staat hij zwart. Juist. Daar staat hij zwart. King Solomon zegt hij zwart. Job zegt hij zwart. Maar in die andere zeggen ze hij is getint. Wat betekent dat? Hij is gewoon een witte man die in de zon gaat liggen. Dat is een leugen. Mag ik lezen? The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him to show unto his servants things which must shortly come to pass. Revelation is when it's revealed. Okay. Revelation. Revelation. Yeah. And I turned to see the voice that spake with me. It is the prophet John. And being turned, I saw seven golden candlesticks. And in the midst of the seven golden candlesticks, one like unto the Son of Man. The Son of Man is the Son of the ground. The ground is dark. Clothed with a garment down to the foot. Clothed with a garment down to the foot. Can I ask you something? Wait a minute. Sorry. Just 1 second. And good about the paps with a golden girdle. Yeah. Wij worshipen deze image niet, maar dit is dit meeste wat je kan komen wanneer je een potlood pakt en kleur en zo. Ga verder. His head and his hair. Dat is Jezus. Ja. Were white like wool. His head and his hairs were white like wool. Welke ras op de aarde heeft wollen haren? Dat heeft niet zo genoemd in deze. As white as his head and his hairs were white like wool. Witte wollen haren. As white as snow. And his eyes were as a flame of fire. Zijn ogen waren net als vlam van vuur. Waarom? Dat hij wijn dronk. Je Bijbel zegt je mag drinken, maar je mag niet roken. Je moet drinken met maat. Zo genoemd Jezus, want dat is de naam. Ze noemen een wijnbibber. Als je een wijnbibber op gaat zoeken in de dictionary, in de Amerikaanse, dan staat er dronken. En als je het in het Nederlands zou vertalen, is het dronkenland. En toen ze hem Christus kinderen noemen, zeiden ze altijd zo, shit, ken die Christen in de veld. Was net een woord van, look, ken die niks daar ze. Zo was het woord Christen gebruikt. Nu noemt iedereen zichzelf. Het woord nigger sowieso niet leuk. Maar nigger betekent zwart. Want een van de prophets werd ook nigger te noemen. Nigger. Elke blanke man die bij nigger noemt, die wacht. Kijk, hier kunnen we je laten zien waarom ze ogen rood waren. Het is een profetie die in Genesis geschreven is voordat hij kwam op de zee. Want hij is van Judah, toch? Genesis is van Illuminati. Oké. Genesis. Genesis chapter 49 verse 12. His eyes shall be red with wine, and his teeth white with milk. His eyes shall be red with wine, and his teeth white with milk. That is the prophecy van de kinderen van Judah, wat we zullen eruit gaan zien later. Maar dit is geen rasta. Nee, je mag geen rasta hebben, want een man mag geen lange haren hebben. Of je mag niet langer dan dit wat ik nu heb, mag je niet. Het is voor een vrouw. Dat is haar kop. Ja, dat is haar glorie. Dus een man mag geen lang haren en je mag ook geen dode haren op je. En je mag je baard niet plaats geven. Je moet het laten zodat de Mozart. Waarom denk je dat de Mozart ons man een baard heeft gegeven? Nee, maar mijn baard is niet spannend, man. Nee, maar mam, ja, je moet het laten groeien. Waarom heb je je baard gegeven? Nee, maar ik krijg niet veel. Ik heb alleen maar een normaal. Daarom! Laat me even vragen. Waarom denk je dat hij ons een baard heeft gegeven? Om
om het af te scheren, dus hij heeft een fout gemaakt. Dat is die grap. Wij moeten die man zijn leven zo respecten. Daarom zijn we ook in slavernij gegaan. Dit is waar je weet waarom Jezus, dat Jezus dronk. Matthew chapter 11, verse 18. For John came neither eating nor drinking, and they say he had a devil. John de prophet, hij kwam, hij at niet en hij dronk niet, want hij was een Nazarite. En je mag ook geen druiven eten wanneer je een Nazarite bent. Die regels van Samson. Je mag dat niet doen, dat deed hij. En ze zeiden zo, deze keer is het duivel, man. Hoe is die man? Hoe is die man? Het is gewoon zo Joods. Hij probeert Joods te zijn, maar wij zijn de Joods. Vers 19. The Son of Man, is Jezus, die oude schaar, came eating and drinking, and they say, behold, a man gluttonous and a wine bibber. A wine bibber. Iemand die heel veel drinkt, non-stop. Oké. Dan hadden we het naar die profeties. Hoe is dat? Revelation chapter 1, verse 14. His head and his hairs were white like wool, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire. Verse 15, and his feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace. Brass, bronze. Water that is elegant bronze. And that was brand is on the boat. But it's a devil. Weet je wat het is? Er zijn zoveel dingen hier op aarde, verschillende van aarde. Maar die knap is. Er is een waarheid, dat weten we allemaal. Maar als iemand die niet weet, te veel dingen hoort, dat uiteindelijkheid, dan weet je wel, ik geloof niks. Ja, maar dat is ook wat, je weet nog, dat is weer wat het is. Maar dit is ook niet voor iedereen. Maar kijk, 2/3 van deze mensen gaan dood. Ze gaan het nooit snappen, ze gaan sowieso dood. Waarom? Ze zijn niet met de truth. 1/3 alleen, dat staat in de Bijbel. 1/3 alleen gaat het redden. Dus wij komen eigenlijk niet voor iedereen. Wij komen alleen voor de kleine groep. Net als de echte profeet en die houden shy. Weet je waarom? Waarom denk je dat ze al die profeets dood hebben gemaakt? Als ik voor alle 100 mensen kom, bijvoorbeeld er zijn 100 mensen. Ik kom voor alle 100 mensen, toch? Wat je weet waarom over gaan die mensen dan boos worden? Wat je weet over... Waarom gaan die mensen dan boos worden? Ze gaan toch niet boos worden? Maar als ik alleen voor 10 van de 100 kom, gaan 90 alvast boos worden. En dan misschien van die 10 gaan zeggen zo, nee. Ik wil mijn Arabische of mijn Hindustanse vriend. Of mijn witte vriend. Wil ik niet verliezen of zo. Maar dat gaan hun ook doen. Want de Most High heeft je niet nodig. Dus, maar dit is niet voor iedereen. Maar wat vind je dat? Ik moet gaan lopen. Dat is spannend. Maar alleen, wil je alleen zeggen, je bent een Israëlijt? Hebrew? Je bent een Hebrew Israëlijt, ja. Dit zijn die slavennamen die ze ons hebben gegeven. Dominica. Ja. Nee, de Dominica. Wat betekent Dominica ook alweer? Het heeft een betekenis. Ik ga het weer opzoeken, want ik weet het wel. Ik moet sowieso teruglopen. Het is komen. Maar ja, perfect. Vers 15. Nee. Is geen religie, of wat is de manier van leven? Het is geen religie. Religie betekent... Wacht even, religie betekent in bedwang houden en dom houden. Ja, dat klopt. Dus dit is een worship, wat wij doen. Waarom? De Bijbel is geen religieus boek. Het is een boek van laws, statutes en commandments en history. Laws, wetten, statutes, levenswijze en commandments, regels. Maar ik heb de manier van jouw leven. Ja. Wat? Ik hoor die niet zo van me. Jouw manier van leven. Hoe heet dat? Mijn manier van leven. Je hebt toch eens een way of life. Je zegt religie is. Dit is eigenlijk hoe we moeten zijn, ja. Volgens de Bijbel. Wie wij zijn. Ja, maar wat is jouw manier van leven? Mijn manier. Ja, toch? De manier van de Holy Bible, de Most High. Which is a black man and his son is a black man. I understand that. Maar je gebruikt nog steeds bijbels die geschreven zijn door degene. Ja, maar in de Bijbel staat als je wit bent bijgevoerd. Je zegt zo is door witte mensen geschreven, toch? Klopt toch? Oké, dan kijk deze grap. Waarom wou Hitler alle bijbels branden? Hij was toch een witte supremus? Als Jezus echt wit was en God wit was, waarom wil hij alle bijbels branden? Kijk, die keel kwam erachter dat het donkere mensen zijn met wolle haren. Daarom werd hij fucking boos. Dat klopt. Omdat de Moos het zo heeft gedaan. Wat weet jij? Jij bent de eerste vrouw. Ik weet de eerste. Oh my god. Jij bent de
eerste een vrouw en ten tweede, je gaat op een monster. Want dit gaat eigenlijk niet om kut. Want de Indianen zijn nog niet super donker. Dus ik zit wat daar staat. Als je een probleem daarmee hebt, moet je met de moose haar gaan vechten. Zou we zien hier gaan? Dat alleen heb ik gezegd. Het is een sabo, rustig. En dat is een sabo. En mijn vriend, wacht, is het nou racisme? Wij zijn niet met racisme begonnen, maar jij zei net tegen die Indiaanse...